Eerst was er het Coolsingelziekenhuis, het modernste in Europa. Dan het Dijkzichtziekenhuis met een medische faculteit. En sinds 2002 het Erasmus Medisch Centrum. Normaal gaat ons hart 70 slagen per minuut. We hebben een prachtig green team. De computer kan dat heel erg goed. Wat gaat er op de campus rond het Erasmus MC gebeuren? En wat gaat dat betekenen voor Rotterdammers, Europeanen en de rest van de wereld? Een onthullende blik achter de schermen in het hart van Rotterdam. We weten nu dat de zorg ongeveer 7% van de CO2-voetafdruk beslaat. Dat is net zoveel als de luchtvaart. Dus ik denk dat dat al sowieso een schokkend getal is. En de IC heeft daar gewoon een hele grote bijdrage in. Het zijn 7 vuilniszakken per patiënt per dag. Komt neer op 2000 kilometer autorijden per patiënt per dag. En dat mag je hier keer 40 of 50 doen. Dus het aandeel is gigantisch. We weten inmiddels dat het om 250.000 kilo materialen gaat, wat per jaar door de IC gaat. Dit is gemeten voor de COVID-periode, dus ik denk dat het nu nog veel meer is. We weten welke soorten plastic het zijn. We weten in welke materialen die plastics nu zitten. We weten hoeveel water het is, hoeveel pulp in bijvoorbeeld matjes, wat weer slecht is voor het milieu. Dus wij hebben heel veel kennis opgedaan. En zijn dan tot 7 hotspots gekomen. En dat zijn de 7 materialen die de slechtste milieu-impact hebben en daar zijn we nu mee begonnen om die aan te pakken. Nou, een aantal handelingen dat je een foto maakt. Je hart die heeft een knoopje, een sinusknoop, die zorgt dat je hart met 70 slagen per minuut slaat. En dat is ongeveer de gemiddelde hartfrequentie. En op het moment dat je een hartritmestoornis krijgt, dan is dat golf die vanuit die sinusknoop af, zo'n elektrische golf die over het hart heen gaat en zorgt dat je hart kan samenknijpen. Nou, ergens in het uitspreiden van die golf ontstaan geleidingstoornissen. Dus zo'n golf komt aan en die kan even niet verder, en die hapert even en dan gaat hij weer verder. En dat kan een hartritmestoornis veroorzaken. Normaal meten we 1, 2, 3. Ja. Start. Wat wij doen bij mensen die een open hartoperatie ondergaan, daar wordt de borstkas van opengemaakt. En op het moment dat de borstkas open is, dan is het hart nog in de meest natuurlijke situatie. Dus voordat de chirurg de behandeling ook gaat doen. Dan leggen wij onze elektrodes op het hart neer en dan meten we de signalen op dat moment die van het hart afkomen. Maar hoe zo'n elektrische golf door een driedimensionale structuur zoals je hart zich verspreidt, dat weten we eigenlijk niet goed. En dat hebben we nu in beeld gebracht. Als we kijken naar de metingen, is dit een voorbeeld van de bundel van Bachman. We zien een mooie geleiding die van de rechter naar de linkerboezem verloopt. We zijn de eerste ter wereld die op een hele grote nauwkeurigheid het hartritme in kaart hebben gebracht. Ten eerste een soort filmpje van het hartritme hebben gecreëerd, maar ook getallen toekennen aan de elektrische geleiding. Allereerst kijken wij naar de signalen. Hoe ziet zo'n signaal eruit? Wat voor vorm heeft het? Hoe groot is het signaal? Hoe lang duurt een signaal? En dan krijgt die meetplaats bijvoorbeeld een label groen. Dat wil zeggen dat de elektrische eigenschappen van dat signaal op die plek goed zijn. Nou, ze kunnen het ook doen als je dan een afwijking ziet, dat je daar een rood kleurtje van ziet. En dan krijg je uiteindelijk zo'n landkaart te zien van waar zitten nou de stoornissen in de elektrische geleiding. Dus waar zitten ze, maar ook hoe erg zijn ze. Dus normaal gaat ons hart 70 slagen per minuut. En bij een hartritmestoornis kan het te snel gaan, dus gaat bijvoorbeeld 180. Het kan te langzaam gaan, dan gaat het 30 slagen per minuut. Of het ritme kan onregelmatig zijn. Na de sinusritmemetingen hebben we AF geïndiceerd en we twee pogingen voor gedaan. De eerste poging bleef nog in sinusritme, maar de tweede poging hebben we wel het AF aan kunnen zetten. Grote lijn van lokken. Hier in Erasmus MC werk ik in de Biomedical Imaging Groep Rotterdam. Dat is een afdeling van de radiologie, maar dat is een groep met mensen met allemaal een technologische achtergrond. Wiskunde, natuurkunde, informatica. Het is een groep onderzoekers en die werkt aan het optimaal analyseren van medische beelden. Denk aan MRI-scans van het brein of CT-scans van het hart of een scan van tumoren. Het is ongelooflijk hoe goed we nu
met de modernste technieken in het menselijk lichaam kunnen kijken. En hoe goed we zowel de anatomie kunnen afbeelden, als ook als er ziekteprocessen zijn, hoe goed we daar in detail naar kunnen kijken. Wat wij doen is eigenlijk die informatie zo goed mogelijk interpreteren. Dus op het moment dat er een plaatje gemaakt is van de hersenen, of een plaatje van het hart, of een plaatje van een tumor, dan kijken wij naar die beelden met de computer om daarin patronen te herkennen. En die patronen zeggen soms iets over de aard van de ziekte. Ik zie net allerlei afwijkende vormen. De vormen zijn anders. Ja. Maar we weten eigenlijk niet of die vormen ons iets vertellen over de erfelijke eigenschappen van de ziekte. Okay. Het is vooral belangrijk voor patiënten waarbij de ziekte snel groeit, zodat we snel kunnen starten met behandeling. Ja, dus als mijn programma bijvoorbeeld hier deze afwijking laat zien, ja, en dan daaronder het volume en een bepaald rapportje van bepaalde afwijkingen, dat is eigenlijk wat je wil zien. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn die ons in de kliniek verder kan helpen. Ja. Het zijn vooral mensen die proberen de relatie te leggen tussen hoe wij eruit zien, hoe onze pathologie eruit ziet en wat dat betekent voor een patiënt in termen van hoe ziek ben ik, welke behandeling gaat aanslaan. Dus het doel is begrip krijgen. Dat doen we in feite door computers te leren zien. En programmeren is daarvoor een middel. Ons vakgebied is eigenlijk kunstmatige intelligentie. Wij proberen vaardigheden die normaal voorbehouden zijn aan mensen aan de computer te leren. Als we kijken naar één patiënt hebben we soms honderden of duizenden beelden van een patiënt. Om voor een persoon door al die beelden te screenen om iets verdachts op te merken is heel lastig. Een computer kan dat heel erg goed. Ben je wel eens in de logistiek geweest? Nee, niet binnen. Even kijken. Gaan we daar even kijken. Dat is wel leuk. Want dat is een andere puzzel. Dat is om de logistiek aan elkaar te knopen. Ik kan je voorstellen, op het moment dat die andere gebouwen komen, de vraag ook is hoe die bevoorraad gaan worden. En een van de grote puzzels is er ruimte, als het hier vol staat met gebouwen, om bijvoorbeeld het oogziekenhuis zijn eigen distributie te organiseren. Of wordt dat gecombineerd met dat van ons? Het is wel een puzzel en soms lig je daar inderdaad wel een beetje van wakker. Maar ja, aan de andere kant is het ook iets wat 30 jaar gaat duren. Dus je kan het ook niet in één nacht oplossen. Maar jij moet wel in de toekomst kunnen kijken. Je moet een gevoel hebben van waar het heen gaat en wat dat dan betekent voor de infrastructuur, gebouwen, techniek die je gaat aanleggen. Dan wel dat je zegt van nou, ik moet het aan kunnen passen, ik weet nog niet wat er komt. Maar ik zie wel bijvoorbeeld een toename aan gebruik van elektronische hulpmiddelen. Dus ik moet ruimte reserveren in mijn netwerk of in mijn kabelgrootte. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Hey, wanneer denk je dat het af is? Bekende vraag, hè? Ja, zoals altijd. Eind volgende week. Ik denk als je echt innovatie in onderzoek of echt vernieuwend onderzoek wil doen, zet 10 dokters op een rij. Die kijken allemaal met dezelfde blik naar het fenomeen hartritmestoornis. Want we zijn op dezelfde manier opgeleid. Maar dan wil je nauwkeurige metingen gaan doen. Ja, dan moet iemand een instrument maken. Dat zijn natuurlijk geen eenvoudige instrumenten. Dus daar heb je ingenieurs voor nodig. Dus zo zijn de ingenieurs bijgekomen. Als je geleidingstoornis meet, dan wil je graag weten, hoe ontstaat dat nou? Nou, dan moet je kijken naar de structuur van een hart. Dan ga je kijken naar een hartspiercel. Wat verandert in een hartspiercel? Nou, daar heb ik een bioloog voor nodig, dus dan werk ik met een bioloog samen. Nou, dan wil ik graag signalen analyseren. En dan lopen signalen van de boezem en de kamer door elkaar heen bij hartritmestoornissen. Hoe trek ik die signalen uit elkaar? Dan zegt de sterrenkundige tegen mij, dat doen wij dagelijks. Want wij hebben op aarde licht en signalen van meerdere sterren. Die zijn wij gewend uit elkaar te trekken. Dus ik heb een sterrenkundige in mijn groep. Dus zo is er binnen mijn groep een combinatie van biologen, ingenieurs, een sterrenkundige, maar ook mensen die technisch geneeskundige zijn of klinisch technoloog, die op beide raakvlakken zitten, die zowel de klinische kant als de technische kant kunnen bestuderen. Ja, ja, oh, dit is ook goed. Dit is een stevige connector. Ja. Als je met mensen in gesprek gaat, en dat vind ik heel leuk om te doen, dus ik loop veel op de IC rond en maak dan graag een praatje, dan gaat het hier vaak over wat mensen thuis al heel veel doen. En het milieu heel belangrijk vinden. Dus mensen willen dat ook heel graag inbrengen op hun werk. Dus ze zijn heel bereid om iets te doen. Dus ik heb ook gevraagd van stel, hè, we gaan recyclen met iets en je zou daarvoor wat verder moeten lopen.
Het is buiten de kamer waar je bent, je moet over de gang. Oh, geen enkel probleem. Maak ik graag tijd voor als ik weet dat het dan goed terechtkomt. We hebben een prachtig green team, zoals dat heet hier in huis. Een groen team, waarin mensen zitten die op de IC werken. Dus verpleegkundigen, dokters, intensivisten in opleiding. Een intensivist zit er natuurlijk ook bij. Want dat vinden we belangrijk, dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan van kun je iets minder doen of anders en wat heb je dan als gebruiker, in dit geval de verpleegkundige of de arts, wat heb je dan nodig? Het deed ons echt pijn als we zien hoeveel afval we produceerden en daar, ja, dan gaat het wringen en we zeiden eigenlijk, ja, moet dit zo doorgaan? Dus we zijn er ook met z'n allen over nadenken. En dan zie je eigenlijk hoe belangrijk gezondheidszorg is in de negatieve zin. We produceren ongelooflijk veel afval. We zijn een van de grootproducenten van CO2. Ja, en daar moeten we iets aan doen. Nou, dit is de uiteindelijke elektrode geworden. Ja, en de vraag is, als we dit nu de atrium willen gaan mappen, hoe kunnen we dat dan doen? Bij mensenhart, dus een mens die geopereerd wordt, moet natuurlijk heel voorzichtig zijn. Je kan metingen doen, maar je kunt geen behandelingen testen. En voordat je een behandeling gaat testen, moet je het op bijvoorbeeld een varkenshart testen. En wij offeren daar geen dieren voor op. Yannick Taverne, chirurg met wie ik samenwerk, die heeft daar een hele mooie setup voor gebouwd. Die gaat naar het slachthuis en haalt van varkensharten op, van varkens die geslacht worden gewoon voor de voedselindustrie, krijgen wij die harten en hij kan het hart hier opstarten. En dan hebben we gewoon een hart wat aan een soort pomp hangt, aan een soort hart-longmachine. En dan kun je ook echt interventies doen. Dus we kunnen dingen testen die je bij een mens niet zou kunnen doen. En ja, je kunt weefsel afnemen bij die varkensharten. Dus ja, dat kun je groter doen en meer doen. We kunnen dat ook bij mensenharten doen, maar we kunnen hele kleine stukjes afnemen. Dus je hebt veel meer mogelijkheden. En die ook belangrijk zijn voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw instrument. Als wij nieuwe instrumenten hebben, gaan we dat niet meteen op een patiënt testen. Gaan we dat eerst op een zwijn of van een varkenshart testen. Onderzoek volgens studieprotocolpunt, embryo van de hersenen, voor en na toediening van contrast. Een computer kan ook heel goed meten. Een computer is heel erg goed in staat om heel nauwkeurig in een plaatje te meten. En mensen zijn daar niet zo goed in. Ja, wat we hier zien is dat de computer dus automatisch de tumor heeft gevonden. En daar een lijntje omheen zet. Ja, dus de computer kan dit aflijnen automatisch doen met een accuratesse van ongeveer 70%. Dus we controleren dit ook altijd om te zien of het echt wel klopt. Maar wat we de computer ook hebben geleerd is om te voorspellen wat voor tumor het is. En daar zijn we nu intussen zo goed in dat we dat met ongeveer 85-90% accuraatheid kunnen voorspellen. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat we voorlopig nog niet praten over wat wij noemen autonome kunstmatige intelligentie. Waarin de computer de beslissing neemt welke behandeling voorgeschreven gaat worden. Ik denk dat we daar voorlopig nog niet zijn. Dus op dit moment is het nog steeds de arts die met behulp van artificiële intelligentie geholpen wordt om betere zorg aan patiënten te bieden. Ja, lopen jullie nog wel eens tegen dingen aan wat er misgaat met de handschoenen? Nou ja, ik kan het je voordoen wat er gebeurt. Deze dozen die hangen op maat. Dit is, Er zijn drie TU-studenten begonnen. Een maand geleden en zij hebben alle drie een onderwerp gekregen wat belangrijk is voor het duurzaam werken op de intensive care. Dan pak je één handschoen en je ziet al wat er gebeurt. Dan komt er een hele klont aan handschoenen gelijk mee naar buiten. Dus het probleem is vaak. Ja, dit zijn studenten die aan het afstuderen zijn aan de TU Delft. En die doen industrieel ontwerpen. Dat is hun afstudierichting. Daar zit heel veel duurzaamheid al in. Dus zij weten eigenlijk veel beter dan ik hoe je naar een keten moet kijken. Dus dat is heel leuk om met hun samen dit te doen. Daar heb ik bij twee verschillende merken gekeken van ja, hoeveel handschoenen komen eruit als ik ze één voor één uit de doos probeer te halen. En eigenlijk was bij deze heel erg te zien dat aan het begin, als de doos nog heel vol zit, dat er eigenlijk echt te veel handschoenen uitkomen. Dat er wel 5 of 6 tegelijk uitkomen. En bij deze gebeurde dat iets later. Ja, misschien dat het heel erg basaal is om dat toch weer te hervragen aan onszelf. Van waarom zitten er een ene 3 en de andere 6? Want dat zou alweer vrij snel kunnen helpen om het aantal dozen en dus afval met handschoenen te kunnen reduceren. Ja. Wat me ook opviel, dat was op de 6e verdieping dat eigenlijk
de handschoenenafgiftepunt in de hoek wordt eigenlijk niet gebruikt omdat daar zoveel apparaten voor staan. Het doel is heel ambitieus en dat is dat we in 2030 100% circulair kunnen werken op de IC en dat we dan geen afval meer hebben. Ja, dat moet gewoon. Het moet voor het milieu en voor onszelf. Wat ik voor de toekomst hoop is dat we echt wel een behandeling vinden voor hartritmestoornissen, een nieuwe behandeling voor hartritmestoornissen. Het is toch lastig om te zien hoeveel patiënten meerdere behandelingen hebben ondergaan en uiteindelijk toch met die ritmestoornis rondlopen. We zien dat het steeds meer op jongere leeftijd voorkomt. Als je 40, 50 jaar bent, aan medicijnen zit met hele vervelende bijwerkingen, behandelingen hebben gehad die niet hebben gewerkt, ja, dan heb je de patiënt niks meer te bieden. En dat vind ik dan heel lastig, hè, dat een patiënt komt bij jou en vaak ook naar een academisch ziekenhuis, omdat daar de nieuwe dingen gebeuren. Dus je bent een soort last resort voor de patiënten. En dat je dan moet zeggen, ja, we hebben niks voor u, u moet ermee leren leven. En ik hoop dat dat in de toekomst wel kan veranderen. Goedemorgen, Ring. Waarom wilde je nou hier afspreken? Omdat hierachter gaat de eerste ontwikkeling van de campus van start. Kom je nou veel buiten om te kijken op locatie? Ik kom wel overal. Maar ik werk hier ondertussen 18 jaar, dus ik ken het wel goed hoe het hier in elkaar zit. Ja. Je weet wel hoe het eruit ziet. Ja, hoewel natuurlijk wel veranderd. Op deze plek is bedacht om hier zorgontwikkelingen te doen, omdat het dicht bij het ziekenhuis is. Dan hebben we het over onze eigen psychiatrie. Maar ook het oogziekenhuis wil graag hier gepositioneerd worden. En we zijn zelf met Lauwers en Rijndam om een revalidatiekliniek op te richten hier. Als je naar het oogziekenhuis kijkt, die hebben een vrij grote ambulante, dus een polyklinische productie. Er komen heel veel mensen relatief kort, dus die moeten weer afgezet worden, moeten parkeren. Die hebben ook een bepaalde maat nodig om een polykliniek te draaien en een OK's te organiseren. En als je naar bijvoorbeeld de revalidatie kijkt, ja, die mensen die wonen daar maanden. Dus die willen een beetje leuk uitzicht, privacy en dat soort dingen hebben. Terwijl we toch wel redelijk dicht op de gebouwen zitten hier. En dat soort dingen hebben we dus ook mee te maken van afstand en privacy en ook nog een beetje een prettige omgeving creëren en niet één grote steenmassa hier neer te zetten. Nu komen we wat meer in de bouwwereld. Ja, hier wordt op dit moment, althans dat is al gebeurd, het asbest gesaneerd. En hierachter wordt nu zeg maar de oude indeling van de gebouwen gesloopt om plek te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Where healthcare meets the future, dat is de leus van de campus. In mijn fantasie zie ik hier ook alweer dat we hier de gevel uithalen en glas inzetten. Dat je hier mooi over de campus heen kijkt. En mijn voortdurende struggle is om mensen mee te krijgen die nu in het hier en nu en bezig zijn hier onderwijszalen te maken. Om ook een stap verder te denken. Zeg, joh, maar wat hebben we nou over 5 jaar nodig en moeten we daar dan nu over na gaan denken? Onze ruimte om te groeien is beperkt tot ons eigen terrein. Hoe groot is dat? Dat is 13 hectare, maar daarvan is 7 hectare hebben we nodig voor onze eigen ziekenhuizen en faculteitsgebouwen. En er blijft ongeveer 6 hectare over wat we kunnen herontwikkelen. En dat lijkt heel veel. Maar de Bioscience Park in Leiden is 143 hectare groot. Dus in die verhouding is het dus maar een heel klein campusje. En moeten we dus heel erg goed sturen wat we op die campus bouwen en uitgeven. Anders zijn we binnen 3 jaar door onze ruimte heen. En zo'n campus, wat dat dan wordt, om dat een beetje te laten werken, moet je wel een bepaalde hoeveelheid anderen hier hebben. Want anders blijft de research van Erasmus te dominant. En wordt het Erasmus MC met wat bedrijven. En dat is niet hetzelfde als een campus waarin je gezamenlijk zeg maar de ontwikkeling stuurt en vormgeeft. Ook puzzels, hè? Ook puzzels, ja. Wanneer moet je puzzel af zijn? Puzzels nooit af. Best lastig, hè, die convergentie? Ja, het is best lastig, maar het is ook wel heel erg goed dat we het doen.